Drie geheimen voor geluk van oude wijsheden. Drie geheimen voor geluk van oude wijsheden. Ondanks alle vooruitgang die we hebben gemaakt, alles wat we in gedachten moeten houden om gelukkig te zijn, zijn oude wijsheden. Die bieden ons sommige ongelooflijk waardevolle lessen. Veel van de adviezen die we tegenwoordig krijgen om gelukkig te zijn, zijn niet nieuw. Sterker nog, ze komen uit oude wijsheden. Die wijsheden leken te horen bij oude tijden, maar vreemd genoeg hebben we het nog steeds nodig om ze naar de moderne wereld te brengen, want we hebben het nog niet voor elkaar gekregen om alles te internaliseren wat ze ons proberen te leren. In dit artikel zullen we drie geheimen van oude wijsheden onthullen die erg belangrijk zijn om vanaf nu iedere dag in de praktijk te brengen. Het is tenslotte zo dat als oude wijzen ze toepasten, dat met een goede reden geweest moet zijn. Geheimen van oude wijsheden toepassen 1. Controleer wat je kunt controleren en negeer de rest. De eerste van de geheimen van oude wijsheden is erg belangrijk. Hoe vaak willen we dingen controleren die we niet zelf in de hand hebben? Als we worden geconfronteerd met een probleem waar we van ondersteboven zijn of met een zorg die ons gespannen houdt, is het belangrijk om onszelf af te vragen of we er iets aan kunnen doen. De Stoïcijnen zeiden, kan ik iets aan dit probleem doen? Als ik dat kan, dan kom ik in actie, zo niet, dan zal ik het accepteren. Wij gedragen ons echter nooit zo verstandig. We lopen keer op keer tegen dezelfde muur, waarbij we onszelf dus uitputten, onze eigen waarde ondermijnen en nerveus worden. We kunnen niet altijd alles controleren, want er zijn dingen die gewoon gebeuren en dat is oké. Dat accepteren zal ons van een grote last bevrijden, want soms willen we de verantwoordelijkheid nemen voor dingen die we niet kunnen controleren. Soms is dit het resultaat van angst, onzekerheden of een ander soort probleem dat ons tegenhoudt om dingen los te laten. We moeten onszelf laten gaan. Het is tijd om te accepteren en niet verblind te worden door iets waarvan we weten dat we het toch niet kunnen controleren. De beste dingen gebeuren als we leren om de controle los te laten. Accepteer en stop met ontkennen. Acceptatie is een van de moeilijkste dingen in het leven, want dit betekent soms dat we moeten stoppen om de rol van slachtoffer aan te nemen. Als we een ziekte, een situatie of een periode in ons leven dat dingen niet zo goed gaan niet accepteren, dan beginnen we te ontkennen wat er aan de hand is en verzetten we ons ertegen. Deze situatie is net zo absurd als zien dat het regent en dat ontkennen of je ertegen verzetten. Winnen we daar iets bij? Kunnen we de situatie veranderen? Het antwoord is een volmondig nee. Onze enige optie is om te accepteren wat er aan de hand is. Waarom komen dit soort ontkenningen van de realiteit voor? Het komt voor vanwege onze verwachtingen en wat we als geluk of pech beschouwen. Dit alles zorgt ervoor dat we lijden en ons verzetten, wat nutteloos is. We zijn geen slachtoffers, de wereld is niet tegen ons. Dingen gebeuren soms gewoon. Accepteer wat je niet kunt veranderen. Het tegenovergestelde doen, is volgens de Stoïcijnen een verspilling van een groot gedeelte van onze energie.
Je bent verantwoordelijk voor je leven. Het derde geheim van oude wijsheden is erg belangrijk om schuldgevoelens uit ons leven te elimineren. Het is tenslotte zo dat we de neiging hebben om onze ouders de schuld te geven van hoe ze ons opgevoed hebben. Maar we zijn nu volwassen. Zoals Seneca zei, we zeggen dat we onze ouders niet uit konden kiezen, dat ze ons bij toeval gegeven zijn. Maar we kunnen wel kiezen wat voor soort kinderen we willen zijn. Terugkijken en spijt hebben van alles dat gebeurd is, zal ons niet helpen. Het is een manier om excuses te zoeken voor onze passiviteit ten opzichte van de moeilijkheden die ons op dit moment raken. We zijn nu echter volwassen. We hebben de macht om naar een ander pad dan dat van onze ouders over te stappen. Nu zijn wij degenen die verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens, en niemand anders. Dus, waar wacht je nog op? Vandaag is de dag om te beginnen de controle los te laten over datgene waar je niks aan kunt doen. Om situaties te accepteren zoals ze zijn en om je leven in je eigen hand te nemen. Obsessief worden, ontkenning of schuldgevoelens zullen er alleen maar voor zorgen dat je je ongelukkig voelt.